Hi, goedemorgen of middag is het eigenlijk. En ik ga zo meteen even naar de Action toe met mijn moeder, mijn zusje en mijn vader. Hun wouden naar de Action toe en ik dacht van, nou, laat ik eens gezellig meegaan. We gaan even naar Nieuwegein toe. Ik moet ook nog even naar de Kruidvat, want ik moet daar nog eventjes wat halen. En het is gelukkig niet meer zo koud als van de week. Het zonnetje schijnt zelfs een beetje. Ik heb een baggy trui aan gewoon, spijkerbroekje aan. Mijn ketting is van de Primark en mijn horloge is ook van de Prim. Ring heb ik gekregen van mijn ouders. En zo zie ik mijn broek uit. Mijn bureau is op dit moment echt een pleurensooi. Ik moet het nog eventjes gaan opruimen. Want als ik thuis kom ga ik even twee video's opnemen. Dus vandaar dat alles nog even zo ligt. En ga ik ook even opruimen voor vanmiddag. Dat zien jullie ook allemaal. En ik ga nou weg, want ik hoor dat mijn moeder weer thuis is. Tot straks. Hi, we zijn nou bij de Paddysport. En ik heb hem bij geshopt bij de Action. Ik heb niet zo heel veel gekocht. En hoi maatje. Hoi mama. Hi. We zijn nou in de Paddysport. Ja, die is kapot. En we gaan zo even naar de Mediamarkt. En even naar de Kruidvat. En ook bij andere winkels. We zijn nu onderweg naar huis toe. Mijn moeder gaat zo eventjes de auto uit om eventjes kip te halen. En ik ga ook eventjes gezellig mee. En wij zeggen nou de auto. Nee, absoluut niet. Ze wil niet. Bij de werk. Hè? En ik heb hier onder andere mijn dingen en bonnetjes. Het is nou bijna 8 uur en ik ben er maar eventjes thuis. Ik heb net lekker gegeten. Ik heb kip uit de oven op en een kippensoepje en een stokbroodje. Gewoon lekker simpel op de zaterdagavond. En eigenlijk wou ik nog even mijn bureau gaan opruimen, want het is een rotzooi. Maar in plaats daarvan ga ik lekker alles aan de kant leggen. En dan ga ik even lekker serie kijken, even filmpje kijken, gewoon even lekker rustig aan. Daar heb ik echt behoefte aan. En ik ga zo mijn kaarsjes aansteken. Ik heb heel veel. En ik wil nog mijn waxbrandertje aansteken. Ik wil gewoon helemaal kamer lekker gaan ruiken. In deze tas zitten allemaal spulletjes. En ik heb nog veel meer geshopt. Maar ik ga het eerst eventjes alles een beetje opruimen. Klein beetje. Ik ga niet te veel doen. Geen zin in. Maar ik kan soort van geen rust vinden als mijn kamer niet opgeruimd is. En als ik dan de kaarsje aandoen en zo. Nee, het moet gewoon netjes zijn. Het is gewoon echt een hele verschrikkelijke tik van mij. Op mijn zaterdagavond ben ik nou lekker The Walking Dead aan het kijken. Dat is tegenwoordig mijn favoriete serie. Ik sta even op pauze, anders horen jullie mij niet goed praten. En ik heb lekker een wijntje bijgenomen. Ik heb lekker wat lekkers erbij. En ik vind het echt genieten. In mijn kamer allemaal mijn kaarsjes aan. En het ziet er zo echt gezellig uit. Oh, ik heb het nog helemaal niet verteld. Mijn scooter was kapot. Alles was kapot. Mijn uitlaat moest vervangen worden. Mijn accu, een bougie of zo. Geen idee wat het is. En mijn band. Bij elkaar ben ik 240 euro kwijt. Jee. En maar ja, weet je wat het is? Dan kan ik wel gewoon weer lekker rijden. En ik mag vaak de auto lenen. Dus dat is ook wel weer best, weet je. Het is gewoon nodig. Ik moet gewoon naar mijn werk kunnen gaan. En als ik ergens heen wil, kan ik ook gewoon met scooter. Dus het is gewoon even nodig. En daar ben ik heel interessant de Walking Dead aan het kijken. Allemaal monsters. Allemaal zombies.
Gezellig. Dus dan ga ik even verder kijken. Het is al heel laat. Ik ga lekker slapen. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden om te zien. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!